verhaal, maar dit nummer heeft in ieder geval zijn weg gevonden naar de Maaspoort, waar het tweede kwart begint. Of het vierde kwart moet ik natuurlijk zeggen. Royer pikte in één keer de bal op, maakte het zichzelf een beetje lastig. Hij wint er uiteindelijk een weg uit. Kijken naar de opstelling, er is niks veranderd. Porenpad heeft gewoon de mannen die het derde kwart waren geëindigd laten staan. Het zag er een beetje als lopen uit bij Wijs. Hier. Dit is Norval Carey. Zijn derde teamfout van Norval Carey. Persoonlijke fout. En Berend Wijs mag naar de vrije worplijn. De eerste bal gaat mis. Dat is ook niet zijn ding hoor, vrije worpen. Nee. Tweede vrije worp gaat wel raak. Mag New Heroes weer de bal gaan opzetten. Cashew Sherrill gaat door. Ah, jammer. Kees stond er goed voor. Carey paast hem mooi af naar Wessels. Die bal gaat net mis, maar hij krijgt in ieder geval wel de fout mee. Hij baalt ervan dat de bal net niet goed rolt. Maar hij mag twee punten gaan halen op de vrije worplijn. Ja, en dat is, lijkt mij geen enkel probleem. Nee, toch? Even twee balletjes vanaf de vrije worplijn erin gooien. Een kind kan de was doen, toch? Ja, ja, ja. Nou, laten we hopen dat Wessels wel zijn schot al goed heeft. Nou, ja. Nee. Ja, het klinkt een beetje cynisch, zo bedoelen we het niet. Want we moeten gewoon vaststellen dat New Heroes thuis toch telkens aan het vechten is tegen die vrije worpen. Tweede vrije worp gaat wel raak. Staat hij op 12 punten alweer, Stefan Wessels. Toch altijd wel zijn kracht, hè? Hij weet altijd gewoon zo zijn puntjes mee te pakken. En heeft hij aan het einde van de rit gewoon al bijna 15, 16 punten. Wessels is heel waardevol. Tegen Leiden ook zeer, zeer van betekenis. Hier is Dimio van der Hulst. Die moet toch iets gaan forceren. Dat is een foutje van Kees Akerboom op Van der Hulst. Van der Horst, ik moet wel goed zeggen. Ja, Dimio van der Horst. Van der Horst, niet Van der Hulst. We hoeven het nog eens twee keer. Ja, Dimio van der Horst, Dimio van der Horst. Dimio van der Horst. Dimio van der Horst. Ja, verdelen in lettergrepen. Die dwong hier de fout af bij Kees Akerboom. Dat is ook zijn eerste van. En hier gaat het een beetje hetzelfde verhaal als bij het eerste kwart. Royer die doet alsof hij het screen op de kop van Wijs opzoekt. Heeft dan een snelle crossover. Ja, en Bouwknecht staat niet goed op zijn voeten en maakt de fout. Savano Porenpad. Oh, dit is een dikke fout. En ik denk onsportief. Wijs plant daar de elleboog in het gezicht van Bouwknecht. Nee, alleen een aanvallende fout. Geen onsportieve fout. Maar hij fluit hem in ieder geval wel. Tweede teamfout van Apollo Amsterdam. Bouwknecht die gaat rustig door. Hier gaat Wessels inside. Paast hem af naar Carey. Die bal gaat mis. Te lastige paas en kan Amsterdam omschakelen. Van der Horst. Dimeo van der Horst. Dan zeg ik het goed. Paast hem naar Royer. Die gaat inside. En rond de bal keurig af. Ja, het ziet er allemaal zo eenvoudig uit. En ja, ik kan het niet onderdrukken. Ik ben toch een enorme fan van die Royer, hoor. Goede speler. Ja, harde werker ook. Zonder dat ze hem hebben laten verpieteren in Groningen. Want ja, ik vind hem zeer waardevol. Van der Horst pakt hier zijn tweede fout op. En er gaat gewisseld worden. Eduardo gaat aan de kant. En Rens van Ravenstein komt voor hem in de plaats. De fout die werd gemaakt, die was voordat er een schot werd gelost. Dus dan wordt het baseline uitgenomen. De bal gaat naar Bouwknecht. 30 seconden op de schotklok. Komt een screentje van Carey. Hij gaat inside, gaat er langs. Faked hem. Dit paasje is net niet scherp genoeg naar Carey. Je kan de bal ook niet pakken. Ja, het wordt toch een beetje het breiwerk met veel mensen om zich heen. Daar zijn ze tot nu toe niet erg gelukkig in de New Heroes. Er wordt een klein presje uitgevoerd door... door New Heroes, in ieder geval Bouwknecht pakt zijn man vroeg op, Royer. Gaat het te moeilijk maken. Kleine switch, er wordt gehedged.
Wijs heeft de bal in de post. Kan hij hem afgeven? Nee, hij heeft het lastig. Van de 6 seconden op de schotklok. Van de Horst paast hem af naar Wijs op de elleboog. En dat schotje gaat lekker raken voor Wijs. En het verschil is 9 punten. Ze komen stiekem terug. Amsterdam blijft in die wedstrijd hangen. En ja, ik moet zeggen, ze zijn wel echt veel sterker geworden met Royer erbij, hoor. Balletje naar Bouwknecht. Wordt verdedigd door Wijs. Hij heeft een enorme mismatch voor zich. Gaat hij die uitbuiten? Nee, hij paast hem naar Akerboom. Die het schot mooi raakschiet. Ja, creëerde de ruimte voor zichzelf. Dit is een traditioneel schotje van Kees. Eén dribbeltje opzij en dan loslaten. Kees die tegen Leiden weinig speeltijd kreeg. Dit is een lekkere stiel over Maarten Bouwknecht. Kees van Sherrill. Ja, ik zou nou gewoon eens de aanval opzetten. Ja. Geen gekke dingen doen. Nee, hij geeft de bal aan 11 punten voor. Carey, hij gaat als een soort vrachttrein Dennity naar binnen toe. Dwingt de fout af. Ja, het is een soort sterke locomotief, hè, ja, die naar de ring toe gaat. Of dit nu allemaal zo succesvol zou zijn geworden, weten we niet. Maar hij gaat meteen naar de ring toe. En hij trekt daar eigenlijk ook veel fouten bij Amsterdam. Ja, en dit is Berend Wijs zijn 5e teamfout. En die moet gaan zitten. En dat is toch wel een aderlating voor Apollo. Want hij stond best lekker te spelen. Ja, eerste vrije worp gaat raak voor Carey. En Pim de Vries is voor Cashoon Sherrill. Met 7 minuten 10 te gaan zou het mij niet verbazen als nog meer mensen met een volle strafkaart naar de zijkant moeten. Ja, nummer 10, Max van Schaik, heeft ook al 4 persoonlijke fouten. Tweede vrije worp ging ook raak van 0 voor Carey. Pim de Vries was voor Cashoon Sherrill in de plaats gekomen in het veld. En die mag hier weer de sterkste man aan de kant van Amsterdam gaan verdedigen, Royer. Arnold. Hier kreeg Bouwknecht dit alsof hij een elleboog had gekregen. Kreeg hij niet. De scheidsrechter die klaagt er ook eventjes over bij. Maar de bal is in ieder geval voor New Heroes. En Maarten Bouwknecht gaat de bal opzetten. Zonne weer tegen. Ja, heel goed uitgespeeld. Flotertje mis, eigen rebound. Knappe gedaan door Stefan Wessels. Knappe bal van Wessels inderdaad. Hij gaat zijn eigen bal achterna. Dat wordt je altijd geleerd, hè. Je moet altijd je eigen schot achterna gaan en dit doet hij heel sterk. Wessels pakt de aanval van de rebound en rolt hem gelijk af. Verschil 15 punten. Ja, is ook zicht van Schaik heeft wel een paar drietjes. Hij dreigt niet met zijn schot, terwijl het wel zijn range is. 3 seconden voor Eduardo. Probeert hem af te pasen, is toch slordig, had toch misschien iets zelf moeten verzinnen. Ik hoor de zoomen van de 24 seconden klok. Ja, dan komt daar in één keer Carey en ja, dan ga je niet meer omhoog. Nee, dan schrik je te pletter, want Novo Carey kan, zoals dat zo mooi heet, uit het plafond zakken als het ware. En dan word je gewoon keihard afgeblokt. Dat heeft hij al meerdere malen dit seizoen gedaan. Hier is de slordige paas van Akerboom, maar de bal blijft in bezit. Nieuwe schotklok, omdat de bal heel eventjes in bezit was van... Ja, de vraag is, was die bal in bezit door Amsterdam? Ja, ik dacht het niet, dus... Ik dacht dit ook niet. En dat... Nou, komt er weer één. Oh nee. Geen dunk. Hij komt niet. Had net niet genoeg ruimte om even uit te halen. Nee, geen dunk, maar wel een mooie score van Norval Carey. En daarmee kreeg New Heroes een gelukje met de nieuwe schotklok. En deze werd zeker benut. Het is toch weer 17 punten met 5-33. Hier is Aaron Royer, die moet het allemaal alleen doen. Wordt de bal gestolen door Carey. Ja, ze zetten telkens toch veel druk op Royer. En dan, ja, om het zo maar te zeggen, ze halen de angel uit de aanval als ze hem onder bedwang hebben. Ja, en hier wordt hij verdedigt die Bouwknecht. Bouwknecht gaat er langs, dringt de fout af. Bij, ja, tweemaal. Bij Jesse Markussen en inderdaad tweemaal. 5-10 fout voor Amsterdam. En dit is ook zijn 4e teamfout. Ja, 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 of 4e persoonlijke fout van... Ja, er staan 2 mensen op 4 persoonlijke fouten. Dus ja, je ziet toch als zo'n wedstrijd wat langer gaat duren... dat uiteindelijk toch de Bossenaren meer diepte hebben en meer kwaliteit. En Royer moet ontzettend hard werken. Doet dat heel goed overigens, hoor. Maar ja, Porrepot zal onder de rust opdracht hebben gegeven... om hem zo dicht mogelijk op zijn huid te zetten en veel te dubbelteamen.
Het leven wordt inderdaad goed zuur gemaakt, het leven van Aaron Royer. En hij kan het niet alleen, het basketbal blijft een teamsport. En hoe goed hij ook speelt, uiteindelijk moet dat ook voor die anderen op het veld. Ik ken nog een nummer van de beste Nederlandstalige rockgroep, De Dijk. Ja? En dat heet, ik kan het niet alleen. Ja, precies. Ik heb het geprobeerd, gedaan wat ik kan. Hier krijgt hij wel weer de bal met een 4 seconden op de schotklok. Dan moet hij zelf gaan schieten voor de 3-punter. Wessels zat er goed op, maakte het weer heel erg moeilijk. En de bal gaat mis. Bouwknecht die zet de lijnen uit voor de volgende aanval. Krijgt de bal terug van Norval Carey. Gaat zelf voor de 3-punter. En die bal gaat mis. Worden weer verder, wordt goed verdedigd door Bouwknecht. Royer, 3-punter gaat mis. Komt uiteindelijk toch wel weer terug bij hem uit de kluts. Vraagt om een screen. Gaat hij dat screen ook krijgen? Ja, dat screen gaat hij ook krijgen. Bal gaat naar Max van Schaik. Fake de 3-punter. Bal in de kluts. Komt uiteindelijk uit op de elleboog. En die bal gaat mis. Norval Carey, die pakt een lekkere rebound. En aan de kant van Amsterdam gaat er flink gewist worden. Er gaan 9 man inkomen. Of 9 man wordt een beetje lastig, maar sorry, 3 man. Drie spelers komen erin en de coach van Amsterdam gaat een bekende handdoek gooien. Ja, en gaat zijn belangrijkste spelers rust geven. En dat is hier Jesse Marcussen. Hij heeft ook zijn 5e persoonlijke fout binnengehaald. En die mag ook gaan zitten. Hij loopt ook al helemaal door naar de kleedkamer. Degenen die nog meer gaan zitten zijn Eduardo en Royer. En voor hem in de plek zijn, eventjes kijken, nummer 6. Feit Herbe binnengekomen. Lucas Feit Herbe. Nummer 9 is Jawende Landbrug. En volgens mij is nummer 15 ook gekomen, Assante Landbrug. Ik denk ook dat het heel verstandig is van de Amsterdammers om nou bijvoorbeeld ook Royer rust te geven. Het heeft geen enkele zin om hem nu zo diep mogelijk te laten gaan. Nee. Amsterdam moet het met name tegen tegenstanders van hun niveau hebben. Daar moeten ze punten halen. Net zoals afgelopen week tegen Ares Leeuwarden. Ja. En ja, ze zijn op de goede weg. Het ziet er beter uit dan een tijdje geleden. De fout van Jesse Marcussen was een offensieve fout. Vandaar dat de bal ook weer op de middenlijn werd uitgenomen door New Heroes. Ja, en inmiddels 2 spelers met 5 fouten op de bank bij de Amsterdammers. En nog 3:37 te spelen. 19 punten verschil. Oh, de 21. Een technische fout wordt er gegeven volgens mij aan Kees Akerboom. Porrepad die bedaart zijn eigen spelers. Technische fout. Hij heeft nog wel een woordje voor Max van Schaik. Ik denk dat hij de technische fout krijgt voor een flopping, denk ik. Ja, die hadden we nog niet gehad. Nee, die hadden we niet gehad deze wedstrijd. Even kijken, we hebben een paar onsportieve fouten gehad. Een elleboog hebben we nog gehad. Flopping, een elleboog, 5 fouten, 2 spelers. Roep maar bingo thuis, zou ik zeggen. Ja. Dus welke hebben we dan nog in de aanbieding? Een disqualificerende, hè? Ja, nou, laten we hopen van niet bij de teams, hoor. Want dat is de wedstrijd helemaal niet na. Nee, precies. Afgelopen zondag hadden we wel een primeur. Die heb ik heel lang niet gezien, eigenlijk nog nooit op het hoogste niveau. Een tegenstander die 6 mensen in het veld heeft staan en een technische fout krijgt. Ja, Leiden had dat. Ik had het nog nooit gezien. Ja, dat is echt op eredivisieniveau. Dat is toch wel, om te zeggen, amateuristisch van Leiden. Ze hebben een Belg als coach, maar hij is een beetje flauwe grap. Ja, dat vind ik wel. Maar hij is wel leuk. De man heeft zijn team best goed staan, hoor. Oudendag is trouwens ook weer in het team gekomen. Voor Stefan Wessels. Pim de Vries is ook in het veld gekomen. En dan vraag ik mij af, gaat Stan van der Elzen ook nog minuutjes maken? Ja, ik denk dat gaat gebeuren. Tenzij hij op de training niet goed zijn best heeft gedaan of zo. Ja. Maar nee, die man, dat is echt een groot talent. En doet goed zijn best, ontwikkelt zich goed. Dus ik verwacht dat hij komt voor, nou laten we zo'n gokje doen, Akerboom. Akerboom, ja. Kijk, hij trekt zijn, dat is mijn Kloezek, sorry. En dan gaat McCloesek voor Akerboom komen. Gaat McCloesek inderdaad voor Akerboom komen. Maar hij komt er wel aan van de Elzen.
Ja, hij trekt inderdaad zijn hesje uit. Nou, komt hij denk ik voor Bouwknecht. Ja, het is maar net hoe je bekijkt. En de Vries. Oh nee, voor de Vries gaat ze. Ja, van de Elzen dus voor de Vries. Nou, laten we eens even kijken wat Stan van de Elzen kan doen. Zijn eerste minuut in deze wedstrijd. Hij gaat de wedstrijd uitspelen, neem ik aan. Die is Bouwknecht net te laat. Nou, weet je wel, ik zal daar nog even een grappig feitje noemen. Ja, is goed. Gaat Oudendag vol in de rebound. Van Curry, ik denk toch echt wel de man van de wedstrijd. Die heeft weer de volgende rebound gepakt. Ik kan ze niet meer op twee handen tellen. De rebounds die Norval Curry allemaal heeft gepakt. Ja, ik heb bij Bouwknecht af en toe het idee van, ja, laat de bal eens wat sneller rondgaan. Deze paas is toch iets te fancy. En moet McClure zeggen, ik ben ook de 4 seconden te gaan. 3 seconden had hij nog te gaan om een actie te maken. Hij dwingt de fout af. Ja, en nog 2 vrijworpen. Ja, eerlijk zeggen, daar zag ik ook niet zoveel fouten in. Hij kon gewoon met zijn dribbel niet goed uit. Hij struikelde om zijn eigen voeten. Maar goed, wij zitten er ver vanaf. Dus de scheidsrechters die past zullen ons wel om enige bescheidenheid te hebben om van die afstand de zaak te beoordelen. Ja, precies. Eerste vrijworp van. Maar een triviaatje. Ja, vertel. We hebben bij dit team 2 spelers, wiens vader ook in het eerste team hier gespeeld heeft in het verleden. Noem de naam, Tom. Ja, dat is Kees Akerboom senior natuurlijk. Ja. Ja, en volgens mij heb je deze wel eens eerder gevraagd. Maar dat is dan van de vader van Stan van de Marcel Elzen. Van de Elzen. Leuk om te zien dat dan vader en zoon in hetzelfde team kunnen spelen. Hier gaat hij, Stan van klote de Elzen. Klote paas, Kelly. Klote paas. Kijk, wat een goeie. Ah! Hij raakt de bal. En hij had in gedachten om een prachtige assist op Curry te geven. Het publiek vindt het ook mooi, want die weten natuurlijk ook, Stan van der Elzen is de jonge, een jonge gastje in het team. 18 jaar, nee, 17 jaar nog. En de Maaspoort wil natuurlijk ook graag dat Van der Elzen zijn puntjes meepakt. Meestal scoort hij wel. De laatste twee minuten van de wedstrijd zijn ingegaan. Hier krijgt hij de bal. Eens kijken wat hij gaat doen. Kijk, heel brutaal. Speler halen. Kijk, mooie wat een fake. En een foutje. Ja. Goeie 1 tegen 1 hoor. Goeie actie. Ja, ik voorspel dat deze jongen echt nog wel zich verder gaat ontwikkelen. Ja, hij is 17. Is brutaal. Heeft een 1 tegen 1. Staat amper in het veld en handelt ook meteen aanvallend. Talent, absoluut. Hier gaat Nick Oudendag naar de kant. Pim Vries komt voor hem in de plaats. Die gaat ook nog eventjes wat minuutjes meepakken. Eerste vrije worp van Stan van der Elzen gaat raken. Hij staat op het bord, zoals dat zo mooi heet. 84-59, dan is New Heroes in het vierde kwart toch wel ver uitgelopen weer hoor, van Amsterdam. De tweede die gaat mis. Dat zou ook te mooi zijn om waar te zijn. Ja. Hij moet wel een beetje in lijn van het team blijven. Nou, dan komt onze Neil weer voorbij. Ook als een soort tribute, hè? Ja, precies. Deze paas was, komt uiteindelijk een top aan. De nummer 7 van Apollo, dat is... nummer 1 is dat, sorry. Rens van Ravenstein. Vanaf hier lijken de 1 en de 7 een beetje op elkaar. Rens van Ravenstein, die schiet zijn 3 puntje mooi raak. 84-2, hier gaat hij weer. Oh, en hier gaat hij net mis. McCluzek mist de rebound. Gaat ver door en krijgt de N1 mee. Ja, kijk, zo is het streepje zetten bij je stats. Hè? Want weer een aanvalsrebound erbij. Netjes. Maar de wedstrijd is al lang gespeeld. Het is nu alleen maar publiek vermaken. En je ziet ook wat Van der Elzen doet. Hè. Gewoon 1 tegen 1 gaan. Niet bang zijn. En niet bang zijn. En ze hoort ook. Het is goed voor zijn ontwikkeling. Puntje van McCluzek gaat erin. En dan is het toch in één keer 87-62. Maar nog een ruime minuut te spelen. Hier gaat Max van Schaik. Die vindt weer de vrije man. In de hoek. Die bal gaat mis. En de bal is voor Pim de Vries. Wat gaan ze doen? Bouwknecht. Die paast hem naar... Ja, mooi. Next one van der Elzen. Hij vloog door de lucht. Mooi. Had rustig de tijd om af te doen. Ook credits voor Bouwknecht die hem op maat geeft. Maar Van der Elzen loopt er goed voor. En als je naar Stan zijn rendement gaat kijken in een korte tijd, dan is hij misschien wel de speler. Misschien mag je ook wel vaker meer minuten gaan maken. Dit is ook wel een foutje van Norval Curry. Fout is voor de 21. Dat was zijn vierde fout. En op de vrije worplijn staat nummer 9, Jawinde Landbrug.
als ik dat zo goed zeg, ja, Winde. Landbrug. Zijn eerste vrijwoord gaat mis. Ze hadden een aparte achternaam, Landbrug. Maar hè, volgens mij is het familie van elkaar, want je hebt nummer 9, nummer 15 hier, alle twee Landbrug van achter. Het zou goed kunnen dat het broertjes van elkaar zijn. Ja, kijk. Dus. Brug is natuurlijk iets wat makkelijk verbindt, hè? Je had maar niet die Belgengrop grap moeten maken, Rini, want nou blijven de flauwe grappen hangen. Nee, maar dat was niet zozeer een Belgengrap op Vervaak, want dat is een hele goede coach die bij Leiden gewoon hele goede dingen doet. Dus ik zeg altijd, het is een beetje flauw. Een beetje flauw. Maar dat moet kunnen, hè? Hier is de andere Landbrug op de vrije worplijn. Assante Landbrug. En de eerste vrije worp gaat raken. Zo pikken toch de jonge honden van Apollo Amsterdam hun minuten en puntjes mee. De tweede vrije worp gaat raken. Ja, twee broers in het team hebben in de bos ook wel eens gehad. De eerste, ja, ik zal het even snel maar noemen. De Kropmannetjes. De gebroeders Heren die allebei op de tribune zitten hier. Gaat hij weer. Stan van Elzen. Die bal gaat mis. Die bal gaat niet naar de kant van de nieuwe Heroes. Gaat naar Apollo. En nog twee broertjes. Jos en Bob Frederiks. Ook allebei hier gespeeld. Dit is denk ik de laatste aanval van de wedstrijd. Ja, nu doet New Heroes niks meer. Nee, Amsterdammers ook houden de bal vast. Ze brengen me even bij Groningen gisteren. Ja. Ja, het is een beetje een ongeschreven wet in basketbal. Als je dan klaar bent, dat de tegenstander daar niet van gaat profiteren. Ja. De Groningers deden het in dit geval wel. Okay. Daardoor kwamen ze met een score wat voordeliger uit. Maar ja, er zijn hele verschillende meningen over die actie. In ieder geval is de wedstrijd afgelopen en mag New Heroes zijn 9e overwinning op een rij in de competitie bijschrijven. 89-64. Ja, dat is toch wel heel knap te noemen. En, ja. In het begin leek het erop dat het toch wel een moeilijke wedstrijd zou worden voor New Heroes. Maar toch zijn we de derde kwart en vooral de vierde kwart. Laat ik zeggen, met Royer erbij is Amsterdam echt een stuk sterker geworden. Je ziet in één keer weer dingen, automatisme terugkomen. Ik denk dat zij nog wel eens een aantal wedstrijden kunnen gaan winnen hoor. En echt de positie op de ranglijst zouden kunnen verbeteren. We gaan zo meteen overschakelen naar het veld, want dan hebben we een directe nabeschouwing op het veld met een van de spelers van New Heroes. Voordat we dat gaan doen en we de yell in beeld krijgen, gaan we even kijken naar de volgende wedstrijden die worden gespeeld. New Heroes moet 31 januari in de beker tegen Aris Leeuwarden, maar 3 februari dan moeten ze thuis ook weer tegen Aris Leeuwarden. En dan zou ik iedereen willen aanraden om 3 februari te komen kijken tegen Aris Leeuwarden om een beetje opgewarmd te worden. Want 5 dagen later staat de wedstrijd tegen Donar Groningen op het programma. En laten we hopen dat dat weer zo'n fantastische wedstrijd wordt als tegen Zorg en Zekerheid Leiden van afgelopen zondag. Ja, want Donar is nog wel het kloppenteam binnen de competitie. Absoluut, ze hebben eigenlijk maar 1 keer verloren en dat was van Zorg en Zekerheid Leiden. En ja, ze hebben nog reglementaire keer verloren, maar die nemen dan maar even niet mee. Nee. Dus zij zijn het kloppenteam en de uitdaging ligt volledig bij de New Heroes. Kunnen zij voor een stunt zorgen, want zo beschouw ik dat toch wel, om ook Donar aan de zekerkaart te binden. Maar goed, laten we eerst maar eens even de wekenwedstrijd in Leeuwarden spelen. Precies. En de thuiswedstrijd tegen Leeuwarden. En dan kijken hoe we er weer voor staan. De hoop is dat dan Marshall er weer bij is. Ja, laten want we dat hopen, is toch een factor hoor. Ja, precies. Het publiek wordt bedankt door de spelers en door de cheerleaders. En die hebben toch wel een mooie pot gezien hoor. En we gaan eventjes kijken. Ja, we gaan overschakelen naar het veld. Naar Norvo Carey, man van de wedstrijd. Norvo Carey! Norvo Carey, ladies and gentlemen. It looked easy if you look at the score, but in the first half, it was not that easy. Not really, I mean, all games are different, and we just have to come out and get it together, and eventually we did, and score sets it up. What did you do in the second half? What made the difference in this game? Play more defense. We locked down, played together, and try to push the ball faster, and we got it done. Yeah, well, we see you play like hell. 26 points, 30 rebounds, a double-double. Is it the real Norvo Carey? I mean, I just relaxed and let the game come to me. And that was the result. So I guess I got to continue doing that.
Just slow down and let the game come to me. Slow down and let the game come to you. From congratulations on a nice win. It's 9 in a row. Thank you. Can we make it 10? We'll try to push for that, yes. Thank you very much. Stand here and look at Kerry, you MVP. Volgende afspraak die wij met elkaar hebben is op zaterdag 3 februari. Dan komt Aris Leeuwarden op bezoek. En dan gaan we voor de 10 op een rij. En voor zich trouwens nog wel de bekerwedstrijd. Dus als we die niet meedelen, kunnen we daar al een 10 scoren. Ga dan even van de gelegenheid gebruik maken. En met uw nieuwe heroes op de foto. Leuk voor het pak opgelaten. Nog wat dank wordt aan onze gasten Apollo Amsterdam. En heel iedereen bedankt hier voor de komst vanavond hier naar de Maasbord. En graag tot de volgende keer. Dag! First of all, great game. Your confidence is really showing with the shots you're taking and also hitting. What is it about the team that gives you this confidence? My teammates are great, you know. They give me the ball at the right moments and they trust me to knock down the shots. The team really switched up its play after the first half. What adjustments did Coach Silvano make? We made some defense adjustments and we just said calm down on offense. Take the right shots and, you know, the game will come to us. And, you know, we got some stops early in the second half and that's what gave us, you know, the momentum. Yeah, you guys got another win. 9 wins in a row now for New Heroes basketball. What's the potential for this team? Championship. You know, that's our goal and we're not going to stop until we get it. All right, thank you. Great game. Win for you guys. What was the most important thing to focus on to get this W? Like we've been preaching all year, we had to focus on playing defense and getting stops. We kind of came out and was rushing the offense a little bit. We were trying to force the issue. So we just had to lock down on defense. And as we always say, defense can turn to offense. And that's what happened tonight. Yeah, the winning streak is at 9 now. In what ways has the team grown to make this possible? I feel like we came together on the defensive end. Coach said last game against Leiden that we had to trust ourselves more. And I feel, you know, that started in practice, you know, with all the drills and stuff we've been doing. And we just carried that over to the game. And so, like I said, when you can trust your teammates, that helps a whole lot. Yeah, it's really showing. The players are finding their roles more and more. What message is Coach Silvano giving to you guys? Just energy. No matter what happens, you know, on the offensive end, as long as you can have energy, you know, you never know what can happen. You know, you can be down 10 and come back and tie the game or win the game. So he's just been preaching energy and staying together on the defensive end.
All right. Thank you so much. Great game. Thank you.